Nou, vaak wordt er gekeken of dat er part-time leerkrachten zijn die nog een dagje extra willen komen. Dat is meestal de eerste stap, zeg maar. Er kunnen natuurlijk van die invalleerkrachten komen van een eigen pool of vanuit zo'n detacheringsbureau of tegenwoordig ZZP'ers. Soms gebeurt het ook dat er een directeur, IB'er of iemand anders voor de klas gaat. En in sommige gevallen worden kinderen echt gewoon ook naar huis gestuurd van ja, er is niemand, we kunnen het niet oplossen, hou ze maar een dag thuis. Voor een klas is het niet goed als ze te veel wisselingen hebben. Het is helemaal niet erg om 2, 3 verschillende leerkrachten te hebben en 1 dagje een ander is ook geen ramp. Maar wanneer je inderdaad 17, 18 leerkrachten op een jaar in de klas hebt en allemaal wat langere tijd, dan is het elke keer anders en daar gedijt geen enkele klas goed op. Dus beter van niet.